PSV stond financieel op de rand van de afgrond en werd gered. En Eindhoven staat als belangrijke high-tech-regio en banenmotor definitief op de kaart in Den Haag. Het zijn belangrijke verdiensten van Staf de Pla. Na 8 jaar wethouderschap neemt hij afscheid van de stad. Nou, eigenlijk het belangrijkste waarom ik hier sta is dat ik elke keer als ik hier langs fietsen krijg zo'n goede zin. Want dan lees ik dat gedicht van Merel Morren van ik stond op voor dag en jou. En dat sluit ook een beetje aan van wat ik altijd tegen mensen zeg van waarom strik jij 's ochtends je schoenen? Nou, waarom sta ik hier altijd op voor dag en jou? Omdat ik het geweldig leuk vond om hier al die 8 jaar in die stad hier een steentje bij te dragen om het hier leuker en gelukkiger voor iedereen te maken. De Pla kende pieken en dalen, van forse en pijnlijke bezuinigingen tot successen in Den Haag. Met het binnenhalen van vele miljoenen voor de Brainport-regio. Maar waar hij ook verantwoordelijk voor was. Hij wordt getypeerd als benaderbaar en gedreven. Met hart voor de stad. Wat is er nou leuker dan in een stad als Eindhoven? 25 jaar geleden nog helemaal dik in de shit. 30% van de banen verdwijnen. En nu is een stad met optimisme en waar we trots voor zijn dat wij de stad van de toekomst zijn. En dat is niet alleen voor mij leuk. Maar je komt hier allemaal mensen in de stad tegen die ene kant, ook al hebben ze het zelf wat minder getroffen, toch voelen dat ze onderdeel zijn van een stad waar de toekomst gemaakt wordt. Die trots. De afgelopen jaren was hij onder meer bezig met de ontwikkeling van de spoorzone en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals daklozen en bijstanders. Met een extra steuntje in de rug kunnen ze nu weer aan de slag, als bijvoorbeeld schilder. Je hebt liever iemand die meteen voor school komt en het allemaal goed kan. Wat is nou de lol of de nadelen van deze aanpak? Daar krijg ik heel veel energie van. Omdat het is namelijk, wat is nou mooier van als je aan de ene kant mensen die helemaal de weg kwijt zijn geraakt in de goot terecht zijn gekomen. Wat altijd opvalt is dat kan jou en mij ook overkomen als er iets raars in het leven gebeurt. Dus die mensen worden gelukkiger van en het, niet onbelangrijk voor de portemonnee van de gemeente maar goed. Toch ging helpen van werklozen maar moeizaam. Want jarenlang steeg het aantal bijstanders, terwijl de economie groeide. Daar had ik enorm de pest in. De prikkel om echt iets beter te doen lag niet zozeer uit de gemeenteraad, maar dat is toch meer vanuit de eigen motivatie en mensen die ik dan hier zie, die dan tegenkomt en dan vertelt over hoe hun leven verbeterd is doordat ze weer aan het werk zijn. De Pla vertrekt. Toch blijven er volop uitdagingen. Zo brengt het economisch succes van Eindhoven verplichtingen met zich mee. En de stad moet financieel uit een diep dal zien te komen. Toch denkt de Pla niet dat de financiële problemen roet in het eten gooien bij veel grote ambities, zoals de ontwikkeling van de spoorzone. En Eindhoven weer bij het Rijk moet lobbyen voor een flinke bijdrage. In Eindhoven hebben we niet in de gaten dat het een hele hoop gemeenten speelt. En we hebben het Rijk natuurlijk ook laten zien dat elke keer als het om die samenwerking gaat, wij leveren. En het Rijk ziet ook wel wat er hier gaande is. Ik bedoel, de groei van ASML, de groei van al die toeleveranciers. Dan kan je wel zeggen, ja, de gemeente die heeft, omdat wij als Rijk te weinig geld hebben, een probleem bij de jeugdzorg die veel harder groeit dan voorspeld. En dus doen we niks, maar dat kan je niet maken. De Nederlandse economie draait voor een groot deel op wat hier gebeurt. Dus als ze zeggen van, wij doen niks, dan snijden ze ook in hun eigen vlees. Na verwachting neemt de Pla volgende maand afscheid.